In mei 1942 worden 460 prominente Nederlanders door de Duitse bezetter opgepakt en als gijzelaars gevangen gezet in seminarie Beekvliet in Sint-Michielsgestel. De mannen dienen als onderpand. Als het verzet Duitsers iets aandoet, zullen gegijzelden dat met hun leven moeten bekopen. Een van de gijzelaars is de dan 29-jarige advocaat Piet Sanders uit Rotterdam. In 1942 vonden de Duitse autoriteiten het raadzaam om de bezetting wat meer te onderdrukken dan in de jaren daarvoor is gedaan. Er kwam steeds meer verzet en op een gegeven moment werd besloten om 460 gijzelaars te nemen en op te sluiten in het kleinseminarie Beekvliet, wat ze daar speciaal voor hadden geconfiskeerd. Als er sabotageacties gepleegd zouden worden, dan ja, zouden willekeurig daar uit die 460 mannen, wat later nog veel meer werden overigens, gehaald worden. En die zouden dan als represaille gefusilleerd worden. Ze namen burgemeesters, professoren, ja, eigenlijk een beetje de elite van Nederland. Want ja, hun redenatie was, als daar van mannen gefusilleerd zouden worden, dan zou dat meer impact hebben. Het hele kamp of het hele park was omgeven door prikkeldraad. Maar binnen het prikkeldraad hadden ze redelijke bewegingsvrijheid. Er was een hoop kennis binnen de groep van deze mannen aanwezig. En er waren hier ook sportvelden aanwezig. Dus er werd gesport, er werden lessen in taal, in sterrenkunde, noem maar op, gegeven. Piet Sanders was een van de jongere gijzelaars, dokter Knuttel. Die was directeur van het gemeentemuseum Den Haag. En ja, die organiseerde eigenlijk de lezingen. Maar Piet Sanders werd zijn assistent onder het motto knutsel met Knuttel of anders met Sanders. Dat was een motto dat had Piet Sanders bedacht. Ze hadden eigenlijk, zonder dat met elkaar te overleggen, besloten van wij doen naar buiten toe, net alsof dat het allemaal wel meevalt. Vooral ook om het thuisfront niet ongerust te maken, maar ook om het moreel onderling een beetje hoog te houden. Op 7 augustus 1942 werd er een aanslag gepleegd op een trein in Rotterdam. Een trein met Duitse militairen. Alleen die aanslag mislukte wel. Dat was toch wel voldoende om voor de Duitsers om te bedenken van nu gaan we toch wel eens een keertje gebruik maken van die gijzelaars. Ja, in eerste instantie was de gedachte om er 50 te fusilleren van de 460. Dus dat zou een enorme impact hebben gehad. En dat is uiteindelijk gereduceerd tot 5, maar dat wisten de gijzelaars niet. Er was een fotograaf binnengehaald door de bezetter en die ging 50 mannen fotograferen. En ja, die mannen dachten wij gaan het worden. Een van die mannen die gefotografeerd was Piet Sanders. De avond voordat het ultimatum verstreek, om 12 uur 's nachts, was er nog steeds zogenaamd een optimistische stemming binnen het kamp. De meeste mannen sliepen gewoon, maar Piet Sanders die was wakker. En die zag op een gegeven moment een zoeklicht. En dat scheen op een gegeven moment ook in zijn gezicht. En nou ja, toen schrok hij natuurlijk, dacht hij van ja, nu ben ik eraan. Maar het ging verder en het zoeklicht stopte bij iemand die naast hem lag. En dat was Schimmel Penning van de Ooijen. En die moest meekomen. Vanuit Beekvliet zijn er 3 mannen meegenomen naar het voorgebouw, wat we hier achter mij zien. En vanuit Haren, wat hier vlakbij was, zijn ook nog 2 mannen opgehaald. Ja, de volgende ochtend kregen ze te horen dat er 5 mannen waren gefusilleerd. Ja. In het kamp zat ook Willem Schermerhorn, die was de kampoudste, heette dat. En Piet Sanders was een van de assistenten van Schermerhorn. Nou, Schermerhorn die werd geroemd om zijn leiderskwaliteiten. En dat kwam ook koningin Wilhelmina te oren, die natuurlijk in ballingschap in Engeland zat. En zij hadden Schermerhorn op het oog als nieuwe premier. Schermerhorn is dat uiteindelijk ook daadwerkelijk geworden. Hij is premier geworden van het eerste naoorlogse kabinet. En Piet Sanders nam hij mee als secretaris-generaal, dus als zijn rechterhand. Dus op die manier kreeg Piet Sanders zijn eerste functie na de oorlog.